Goedemorgen allemaal. Ik ben Lien, de mama van Roos. Roos zit hier in het zesde leerjaar en ik kom voor jullie deze ochtend voorlezen. We starten met het boekje Super Finn en zijn cape. Hij heeft hier een mooie rode cape. Super Finn, kom je ook? Super Mara zwaait vanaf de overkant. Mara en Finn. Super Finn neemt al een aanloop, maar dan... Oh, wacht even, roept hij. En hij rent weg. Wat gaat Finn doen? Finn zoekt overal. Oh, waar is dat ding? Mam, waar is mijn supercape? Roept hij terug. Oh, Finn, die was super vies, roept mama. De cape draait rond en rond en rond. Finn zucht. Met zijn supercape kon hij over de sloot springen, met losse handen fietsen en tot aan de wolken vliegen. Zonder cape is hij gewoon Finn. Finn, gaan we spelen? Vraagt kleine Max. Nee, ik ben bezig. Oh, wanneer is die cape nu droog? Zo, het is gelukt. Super Finn is er klaar voor. Ha, daar ben je. Super Mara zit al boven in de boom. Hup, daar gaat Super Finn en in een paar tellen is hij boven. Want hij draagt zijn supercape. Een van de grote jongens van de grote klassen roept, doen jullie mee? Super Finn rent tot ontelbaar, want hij draagt zijn supercape en goal! Verstoppertje? Super Finn, die is onzichtbaar, want hij draagt zijn supercape. Torens bouwen? Super Finn kan helemaal tot bij de top. En hij beukt de toren in elkaar. Bam! Kijk eens, Finn. Papa staat naast een mooie, glimmende, rode fiets. Je was toch toe aan een grotere. Kom, probeer hem eens uit. Super Finn durft dat wel, want hij draagt zijn supercape. Super Finn chased door de straten. Razendsnel, want hij draagt zijn supercape. Super Finn? Waar is je cape? Vraagt Mara. Zonder cape is Super Finn gewoon Finn. Hij bibbert op zijn zadel. Hij wiebelt met zijn stuur en... Oh nee, boink! Hoe kon ik op die fiets springen zonder cape? Finn begrijpt er niets van. Gewoon omdat je super bent, lacht Super Mara. Gewoon van jezelf. Daar is Super Finn weer. Klaar voor nieuwe avonturen. Met of zonder cape. Zo, dat was ons verhaaltje over Super Finn.